Hallo allemaal en heel erg leuk dat je weer meekijkt. We beginnen razendsnel met katoen en houtvezel. Ik moest namelijk nog een budget scape maken. Er waren veel vragen naar budget scapes. Nou, die ga ik vandaag voor jullie maken. Eigenlijk de mooiste manier om een budget scape te maken is om te werken met houtvezel. Want houtvezel is vrij goedkoop en daar kun je echt veel op besparen. Ik ben hier op de achtergrond een klein beetje aan het prutsen met mijn allernieuwste aanwinst. Mijn aluminium looprad met hout. Maar hij past dus niet op het plateau. Verdorie. Ik heb dat helemaal niet gemeten. Ik ben er maar klakkeloos van uitgegaan dat het wel past. Maar dat past niet. Dus ik moet wat anders bedenken. Ik ga verder met een iglo huisje. En nog meer houtvezel. Nou, deze houtvezel heb ik jullie destijds ook laten zien in een shoplog. Dit is houtvezel met blauwe stukjes. Je kunt hem nergens kopen. Want het is eigenlijk gewoon een probeerseltje geweest van een fabrikant. En het is maar de vraag of die überhaupt gemaakt gaat worden. Ik vind het wel heel erg leuk. Maar de houtvezel wordt prijzig door de kleurtjes erdoorheen. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dat is een verhaal voor een ander thema. Hier gaan we verder met de scape. Ik pak een wilgenbrug van ongeveer 70 centimeter. Ga ik een afscheiding maken. En ik ga jullie in deze scape laten zien hoe je een loopdeel kunt maken voor je hamster. Dus deze scape maak ik niet om de scape. Van hey, kijk eens, dit is een prachtige nieuwe scape. Maar ik wil vooral even het loopdeel benadrukken. Ik heb namelijk het idee dat als je een stabiel loopdeel maakt voor je hamster, waar die dus makkelijk overheen kan lopen, dat hij zich vaker laat zien. Ik krijg namelijk vaak de vraag van baasjes, hey, ik heb een hele mooie scape gemaakt, maar mijn hamster die verstopt zich ergens onder de bodembedekking en ik zie hem eigenlijk nooit weer en dat is jammer. En toen dacht ik in één keer, het is echt maar een theorie hoor, dus ik weet echt niet of het klopt, maar het is een gevoel dat ik heb. Dat als hamsters een stabiel loopdeel hebben, dat ze zich dan vaker laten zien. Ik zie namelijk bij mijn hamsters, als ze bijvoorbeeld van A naar B willen, dat ze heel erg vaak over het rooster heen lopen bij mij in de kooi. En dat is het enige echte stabiele deel eigenlijk. Dus toen heb ik ook een keertje een wilgenbruggetje in het verblijf neergelegd. Om te kijken van, goh, lopen ze over dat, waar gaan ze overheen lopen? Lopen ze dan over het zaagsel bijvoorbeeld, of over de katoen, of over het wilgenbruggetje? En tot mijn grote verbazing liepen ze dus 9 van de 10 keer over dat wilgenbruggetje heen. En je kunt het vergelijken met jezelf als je bijvoorbeeld op het strand loopt en je hebt een verhard pad of zand. Waar ga je dan overheen lopen? Ja, 9 van de 10 keer kiezen wij gewoon het verharde pad, want het loopt fijner. Dus ik heb het idee dat als je een groot deel van het verblijf, dus het graafdeel, bedekt met mos, dat je dan eigenlijk een dimensie in een kooi erbij voegt. Want wat je dan doet is je zegt, oké, je kunt onder lekker gaan graven en je holletjes maken. En daarna kun je bovenop het mos rondlopen. Het zorgt er ook voor dat de holletjes eronder nog beter blijven staan. Omdat de dieren over het mos heen lopen, dus er ontstaat het gewicht verspreidt zich. Dus als het hamstertje niet bovenlangs loopt, oh dit is mijn laatste pakkerfresh. Oh, ik heb hem verschanst, ik ben er zo zuinig mee, maar het is echt mijn allerlaatste pak. Dus als het hamstertje er bovenop loopt, dan ontstaat er geen druk waardoor de holletjes niet kunnen instorten. Het is maar een theorie. Ik ben heel benieuwd, mocht je dit gaan uitproberen, of dat bij jou wel werkt. En of jouw hamstertje dan wat vaker tevoorschijn komt. Ik ben heel benieuwd. Uiteraard wilde ik het loopradje op een plateau neerzetten. Maar dat werkt dus niet. Dus mijn hele scapeplan gaat een beetje in duigen op. Dus ik ben het nou anders aan het doen. Want ik wilde het loopradje op plateau neerzetten. En daaronder wilde ik chinchillazand doen, als badzand. Maar dat werkt dus niet. Dus ik moet wat anders bedenken. Hier pak ik even Colorwood in een groene kleur, om eventjes wat kleur toe te voegen. En dan ga ik wat anders bedenken voor het zandpakje. Een huisje, zo'n boomstamhuisje heb ik daar neer, zo'n berkenboomstamhuisje. Hier frutsel ik een klein wilgenbruggetje daartussen, om dat deel open te laten. Om een soort van tunneltje te maken. En het hamster kan via het tunneltje kan hij dus eigenlijk gewoon daar het diepe bodembedekking in. Daar had ik alweer een voerbakje neergezet met Bunny Nature, de normale. En hier mag de poepert zijn verblijf gaan verkennen. Dus het is een soort van budget inrichting, want het is niet duur. Je hebt voornamelijk houtvezel, een paar wilgenbruggetjes. Alleen het looprad. Dat looprad is echt wel heel erg duur. Dus dat is het enige niet-budget aan dit verblijf. Maar ik kon het niet laten, want ik wil het echt heel graag uitproberen. Aluminium looprad met hout. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik nou aluminium met hout zou nemen of gewoon de aluminium. Maar ik vind deze toch mooier. Het is heel prijzig en voor mij kan het uit omdat ik ook hamstertjes fok.
Dus ik ga daar heel erg lang mee doen met zo'n loopratje. Maar ik kan me voorstellen dat als je één keer een hamstertje hebt, dat je dan niet meteen zo'n duur looprad gaat nemen. Het is wel heel erg mooi. De kleine gaat lekker verkennen. Ja, ik vind het nog steeds zo jammer dat de kerfrace dat de blauwe kleur niet meer in Europa verkrijgbaar is. Ik vind dat ontzettend jammer. Echt. Ik heb her en der ook oogst toegevoegd. Maar dat laat ik jullie zo meteen zien. We gaan eerst even nestmateriaal doen. Dit is het enige hamstertje dat ik heb dat geen nestmateriaal gebruikt. Het is echt te bizar voor woorden. Ik heb alles al geprobeerd. Hennepvezel, wc-materiaal, kapok, katoen, niks. Hij ligt altijd open en bloot in zijn huisje en hij kijkt niet om naar nestmateriaal. Heel apart. Dus ja, wat ik dan maar ga doen, ik prop het nestmateriaal er gewoon in het huisje. Dan heeft hij in ieder geval iets. Zo, stiekem, dat hij het niet ziet. Ja, ik heb wat in je huisje gedaan. Nou, dat was het idee inderdaad wat de kleine nou aan het doen is. Dat via het schuine deel kan hij het mos op. Ik heb hier een darikolfje neergezet. Je kunt de darikolf ook uit elkaar trekken, zeg maar. En meerdere takjes verspreiden over het hele verblijf. Ik heb ook een mopani houtstuk neergelegd. Dat kan. Kijk, dat is het mooie, want je hebt mos, dus je verspreidt het gewicht. Dus je kunt er ook gewoon dingen neerzetten. Je kunt huisjes erop zetten, hout kun je erop leggen. Dat is heel erg fijn. Je creëert echt gewoon een tweede verdieping als het ware in je scape. Maar je moet daar wel grote stukken mos voor hebben. Want kleine stukjes, dan kan het toch een beetje gaan verschuiven. En met grote delen mos, dan heb je echt gewoon die gewichtverspreiding. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, verder, kanarieoogst. Nou, ik ben gefascineerd door deze kleine plantjes. Ik vind het zo leuk. Er zitten allemaal kleine zaadjes in. En het hamstertje kan het mooi eruit plukken. Ik moet het wel even op een andere plek neerzetten, zie ik zo. Want dit staat te dicht bij de rand. Dus dat ga ik nog even doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het gaat hier dus niet om de scape, maar ik wilde jullie echt dat loopdeel laten zien. Probeer het een keer en laat me zeker een keer weten in de comments of in een tag wat jullie hamstertje ervan vindt en of je hem ook echt daadwerkelijk vaker ziet. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik zeg, zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!